Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In het noorden van het land is het nog grijs door een nevel, mist en laag hangende bewolking. In de rest van het land schijnt vanochtend van tijd tot tijd de zon. De mist en nevel zullen in het noorden geleidelijk aan gaan oplossen, maar de lage bewolking kan nog hardnijker blijven. In de loop van de middag neemt in het hele land de bewolking vanuit het zuiden verder toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Door het 5 tot 7 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond volgt er vanuit het zuiden een neerslaggebied. Er valt in eerste instantie lichte regen, maar later mogelijk ook wat natte sneeuw. En ook komende nacht en morgen valt er wat lichte winterse neerslag met afwisselend regen of in het binnenland ook natte sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten. In de avond kan de neerslag in Limburg zelfs even overgaan in gewone sneeuw. Maandag gaat de neerslag dan geleidelijk aan wegtrekken en breekt in de loop van de dag ook de zon geregeld weer door. Het wordt dan 4 tot 6 graden bij een matige noordelijke wind. Op dinsdag en woensdag is het overwegend droog en ligt de middagtemperatuur rond 5 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.